Goedemorgen, het is zondag 22 januari en wij staan bij de Meijlerbaan. En waar is die? Die staat in Kirchberg. Dat betekent dat wij vandaag het skigebied van Kirchberg en Kitzbühel ingaan. De eerste meters die hebben we alweer afgelegd. We staan bij de Oxalm en zoals jullie kunnen zien gaat het vandaag een hele fraaie dag worden. We staan hier bij de Joefen lift, dat is nog een driezitter. Daar gaan wij omhoog, wij gaan richting de driezitbaan. Wat je hier ook hebt, dat is de afdaling Direttissima. Dat is de steilste piste hier van het gebied en die moet je echt eens een keer proberen. We staan bij de lift Zilverstube en jullie kunnen ook zien dat het vandaag zondag is, want het is redelijk druk. Links heb je overigens de lift Kazerek en op de toppen van de berg waait het aardig. We zijn nu aanbeland in het gebied van Jochberg. We zijn bij de Berenbadkeugel nummertje 2. Als je de pistes hier voor je ziet, ja, het is wel erg aanlokkelijk om daar vanaf te gaan. Wij staan bij de Gauksjoch lift. Dat is een sleeplift en die heb je nodig als je in het gebied wat hiervoor ligt. Dat is het gebied van Pastoorn Resterheuen. Als je terug wil richting Jochberg of richting Kirchberg of Kitzbühel, heb je deze nodig. Waarschuwing is wel op zijn plek. Ga wel op tijd terug, want iedereen gaat op hetzelfde moment terug. En dan weet je dat je hier wat wachttijden kan verwachten om weer richting de 3S-baan te gaan. En we kijken vanaf de 2000er, kijken we zo in het skigebied van Bramberg am Wildkoog. Een van de pistes die altijd hier goed erbij ligt, is hier op de Hardcastle. Een hele brede piste en een noordhelling, dus hier is het altijd prima vertoeven. Ook een top afdaling hier, dat is de Hangelalm. Altijd leuk om de dag weer af te sluiten hier bij de sneeuwbar in Kirchberg. En ja, wat wil je nog meer? De zon, de sneeuw is perfect. Dat hebben jullie vandaag ook kunnen zien. En iedereen die schijnt toch wel naar deze bar te gaan komen. Nou, we gaan een drankje doen. En we sluiten af. En we zeggen maar weer de groeten.